Daar zijn we weer. Niet gesponsord? Bel ons wel. Bel ons. Of mij. Als ze nog steeds niet hebben gebeld, we hebben al 27 keer met McDonald's opgenomen. En we hebben het ook elke keer wel gezegd. Het is duidelijk. Maar we geven niet op. Nee, dat is waar. Hey, leuk. Ja. Nou, dit keer hebben we elkaar niet gisteravond. Gisteravond, was gezellig. Ja, was wel een shock wat er dan allemaal gebeurt op het moment dat Rijk ergens komt en er zijn vrouwen. Ik heb dat niet. Zullen we morgen hier afspreken 8:30? Nou, ik heb dat echt nog nooit gekregen en ik weet niet waar het aan ligt. Het waren nog uit voor een feestje. Hey, kan ik hier vanavond wel suipen? Zei dat meisje. Ik zei, nou, het is maandagavond. Ik weet niet hoe het met jou gaat, maar ik zei, daar kan ik niet mee doen. Nee. Dus was lief bedoeld. Het was wel een leuke uitnodiging. Ik zag je van de week nog met Monica ook. In mijn buurt heb je ook niet gebeld. Maar dat is ook wel altijd gegarandeerd gezellig. Nou, heb ik ook altijd met Monica. Ik ken Monica namelijk heel goed en wij hebben het ook samen altijd heel leuk. Echt? Ja, we hebben het samen altijd geweldig. Ik kan nu gewoon Monica opbellen. Zou ik dat willen? Doe dan. Ik ken Monica gewoon goed hoor. Hoef niet te Ga ik nu doen. Bel haar maar op en vraag of ze nu komt filmen. Komt ie. Moet je even een nummer? Nadat ik een nummer heb, ben ik weer helemaal cool met haar. Hi Mo, met Rijk, hoe is het? Sorry, met wie? Met Rijk. Dat doet ze altijd, dat is Monica. Rijk of een broertje van Tim? Van, die beste vriend van Robert? Tim. Ja, ja. Hallo, hi, wat is er? Nee, gewoon. Ik dacht, misschien leuk als je een keer in mijn video komt. Hoor. Ik heb McDonald's. Oké, say no more. Dit heb ik nog nooit mee gedaan. Kijk dit nou. Je hebt één keer met Monica te zeggen. Ik zei vandaag mijn beste vriendinnen met Monica. Ja. Ja, hoe is het, poesjes? Ja, wel goed. Goed. Ik heb je helemaal zin in. Ik ook. Oké, we hebben heel veel gehaald. Ja, we hebben heel veel gehaald. Sorry. Mijn gasten, maar ik heb hun het eten laten halen. Ja. Ik moet even tikken opsturen. Ik moet aan het betaald. Mac. Wat? Sorry. Hij zegt, je moet even een tikje sturen, neem aan dat jij hebt betaald, maar jij hebt wel echt je best gedaan. Om te betalen? Wat is dit nou? Ja. Dat is gewoon... We hebben ook Chicken McNuggets, maar ze hadden dus niet meer de vega's. Ik wist niet eens dat er vega's bestonden. Dat bestaat wel. Ik heb zo'n track. Oh, dat is ook nog een hamburger. Zijn ze weer wat vergeten? Ja, dat doen ze altijd. En er zit ook echt niet genoeg friet. Ik heb denk ik echt een stuk of... 9 frietsaus. Ik had echt 9 frietsaus. Waar is die bom? En jij had nog een losse hamburger. Oh, het zou zonde zijn als ik hier zit en een nieuw beeld kom. We hebben ook geen rietjes. Ja, die hebben ze ook gegeven, maar ik denk dat die ook nog in de auto liggen. Heb je niet gewoon nog een tas in de auto? Nee. Nee, het was één tas. Ja, ja. Wat een neppert. Cheers. 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 Bedankt dat jullie water voor me hebben gehaald. Ik zet even jij op. Wil altijd water. Wat drinkt Rijk? Ja, hij drinkt altijd water. Het heeft niet echt, zoals een kwartepaar heeft echt een smaaksensatie. En misschien heb je corona. Een kwartepaar heeft echt een smaaksensatie, daarom heb je een Big Mac genomen. Voelt het toch net wat gezonder. Vind ik wel lekker, maar ik vind het met echte kip toch wel net nog iets lekkerder. Maar we kunnen ook dit ertussen proppen. Weet je dat ik de laatste tijd echt fan ben van jou? Of is het een heel inappropriate fan moment die ik heb gekozen? Ah, nee. Ik kan niet echt terugpraten. Wat vind je van Tony? Ik gooi de eten op je, vind je dat erg? Nee hoor, ik spuug mijn bek maar vol. Ik vind Tony wel echt een hotshot hoor. Ja, vind jij hem knap? Ja. Vind je niet, is het gewoon een knappe gast? Nee, sorry, ik heb dat dus helemaal niet bij hem. Wie is jouw favoriet? Nou, Julian niet. Wat vind je van Maxine? Ja, die vond ik alleen de laatste aflevering kut. Maar voor de rest van was ze wel oké. Okay. Ze werd gewoon een beetje psycho. Ja, maar ze hebben ze natuurlijk ook neergezet inderdaad om eruit te flikkeren. Oh. En dan weet je alles van met Temptation. Wie denk je nou dat ze gaat winnen? Ja, ik denk dus wel Julia. Maar je vindt haar schijnheilig. Ze is wel een actrice. Dus dan ben je altijd schijnheilig? Nee. Je manager was ook een actrice. Ik zei helemaal niet dat schijnheilig een actrice zelf deed. Jawel, dat zei jij. Zei ik dat? Nee. Ja. Hoezo noem je haar fucking nep? What the hell? Waarom zeg je dat over Julia? Volgende week film ik een video met dat is een beetje de nieuwe Monica Geuze. Zeg hem nog een statement. Is dat lullig? Ze is in principe 25, dus om te zeggen dat er al een nieuw... Kijk, als je nu zegt een nieuwe Patricia Pai, dan denk ik, ala. Ja, inderdaad. Ben ik al zo snel afgeschreven, dus had ik het nog niet eens geïnterpreteerd. Sorry. Nee, dat is heel lullig, inderdaad. Ik zou dus leven voor de Bachelorette met Rijk. De Bachelorette. Ik zou leven voor Drag Race Holland met Rijk Hofman. Oh, zijn jullie gevraagd voor de première? Ja.
Ja. Ja. Ja, dat was awkward. Maar wij kunnen niet. Dat weet oh, ik en dan jij, zij hopen gewoon dat jij daar een serietje over gaat maken op je kanaaltje. Ja. Ik heb hartstikke, ik heb gewoon... Je hebt meer views dan ik, denk ik. Nou? Ja. Is het zo? Ja. Dus ik ben een nieuwe Monica. Jij bent de nieuwe Monica, inderdaad. Okay. Ik moet jullie echt even DM'en. Zo. Holy fuck. Ik kom echt uit je trainen. Ja, ik weet het. Heb je hiervoor ook McDonald's gegeten? Nee, ik heb al zo lang geen McDonald's gegeten dat het gewoon helemaal slecht gaat in mijn lichaam. Maar wat vind ik van Oriana? Nou, ja, ik heb dus de nieuwe aflevering gezien van... Ja, ik heb ook van volgende week al. Nee! Ja, Rijk krijgt ze altijd eerder, omdat hij er dan video's over mag maken. Oh mijn god. Oké. Okay. Ik blijf nog even. Er gebeurt ook weer iets heel grappigs morgen. Oh mijn god. Ik dacht dat jij zo'n health freak was. Is hij ook. Dat ga ik nu sla aan Robert geven. Nou, hij kwam net binnen met een broccoli sap. Een broccoli gezicht. Toen ik, ja. Kipnuggets blijft toch eigenlijk een van de lekkerste dingen ter wereld. Wist je dat Dobby niet altijd in de kont is? Ja, dat is nooit in de kont, toch? Dat dacht ik ook niet. Wel. Dobby is toch gewoon van achter neuken in het kutje? Ja, bij jou is dat natuurlijk in de kont. Ja, bij jou is het... Geen vraag, maar jij en Robert zijn mijn guilty pleasure. Nou, bedankt. De volgende keer als we dan weer vragen doen, dan sta jij daar ook bij. Ja. Guilty pleasure is ook echt zo'n asociale... Vind ik zo stom als iemand dat zegt. Ik hoor dat alleen maar. Wat? Ik schaam mij voor mijn guilty pleasures. Ik ook. Ik luister heel veel Miley Cyrus. Precies, mijn guilty pleasure is Taylor Swift. Daar ben ik niet trots op. Maar ik zou nooit naar Taylor Swift gaan. Dat had jij net opstaan, jij in de auto. Anyway, ik heb zo vaak dat mensen zeggen van... Oh, ja, oh nee, echt erg. Ja, mijn zusje is heel erg fan van jou. Ja, echt, oh, je hebt echt mijn guilty pleasure, maar... Wacht op de foto. Dan ben ik echt depressief. Dit is wat met je auto net gebeurt. Ja, oh my god. Ik heb hem tegen de muur aangereden. Maar hij piepte niet. Hij piepte niet. Maar hoe kan dat nou? Ja. Je rijdt een auto van 2 ton. Dat is niet waar, ten eerste. Frame mij niet! Dat ze over tijd is, dat ze in een auto van 2 ton rijdt. Over tijd is! Over tijd is! Oh, over nee, tijd. Over tijd is dat je niet ongesteld bent. Hoe is die Mac-roket vega? Nee, nu hoef ik hem niet meer. Je doodt hem in een zoet-zure saus. En dan moet ik het nog lekker vinden. Dat is toch een andere kant? Okay, de kapen. Maar er zitten gewoon allemaal stukken stront in. Ja, dat is gewoon uit mijn mond. Hoe kom je zo? Oeh. Is dat een vraag voor Rob? Ja. Nog een vraag. Ja, hoe is het om rijk te zijn? Ja. Ja, dit is voor mij of voor Monica? Ja. Eerst de verontwaardiging en daarna het kwartje en dan gewoon de... Heb je fillers in je lippen? Nee, jij? Nee, niet meer. Oh, niet? Nee. Heb jij nu geen fillers in je lippen? Nee, ik zweer het. Dit zijn jouw lippen. Of hoe doe je dat? Nou, liever. Gadver. Ik heb geen fillers in mijn lippen nu. Dit zijn jouw Maar er zitten er nog resten in. Ik heb het weg laten halen, letterlijk. Maar er zitten er toch nog altijd restjes in? Ik heb het echt met een spul eruit laten halen dat het oplost. En we hebben hele mooie lippen. Ja, heb je hele mooie lippen. Heb jij lipfillers gehad? Nee, dit zijn mijn lippen. Mooie lippen. Dank je. Tonga, wat? Blijf je van vanavond bij mij. Dan zie ik je later. Jij bent eigenlijk een YouTube catfish. Maar ik vind dus heel vaak video's van Rijk, dus dat jij dat met dat lieve Tony grappig vindt, ik vind dat dus niet grappig. Ik vind dat echt fucking grappig. Ja, wij hebben nooit hetzelfde humor gehad. Nee, maar toch zijn we wel... Hoe kunnen jullie dan vrienden zijn? Ja. Nou, omdat wij gewoon, ik geef hem McDonald's. Heb jij en Monica ooit gesext? Voor Monica en Robert. Fuck nee. Mary Kill Rijk. Monica, heb je ruzie met Monica? Ga geen leuke vragen meer. Hoe was je eerste seizoen? Oh ja, mijn eerste seizoen was echt geweldig. Ja? Ik denk dat mijn eerste seizoen misschien wel het lekkerste seizoen was die ik ooit heb gehad. Wist je hoe het moest? Nou oké, het lekkerste seizoen ik ooit heb gehad is een totale disrespect naar mijn huidige relatie. Dus dat meen ik ook niet. En toen gewoon op het eind van het schoolfeest gewoon had. Hoe oud was je? 13 denk ik, 14. Zo, dat is vroeg. 13, 14 zoenen? Ja, toen heb ik al gesext. Echt?
Ja. Oh, dat is wel weer verdacht. Nee, ja, maar jij, nee. Heb jij wel eens iets met een vrouw gedaan? Nou ja, gezoend, maar niet gebeft. Nee. Heb jij met zo'n bekende mensen gesext? Ja. Ik ken een hele juicy. Echt? Oh, dat gaan we zo lekker bespreken. Ja. Die ga jij nooit geloven, man. Beeld je iets in? Het is, laat maar zeggen, iemand waar je het echt nooit van zou denken. Maar geef een paar hints. Maar niet af, je nee. Nee, maar dat... En nu ga jij zo om je heen kijken van, oh, ik zit hier, ik nodig ze nog eens uit. We kwamen net achter dat ik en Monica heel veel dezelfde tatoeages hebben. Maar één van de twee heeft een wish versie. Ja, mogen jullie raden welk. Ik zat net in de auto te denken, hoe vaak hebben we elkaar wel gezien in het leven? Best een hoop. We zijn naar Spanje geweest. We zijn naar Spanje geweest? Ja. Mag ik iets vertellen over die trip? Ik heb het in de podcast verteld. Ja. We waren onderweg naar iets. En ik val in slaap al voordat we opstijgen. Ik droom over waar ik mee ben, maar echt een seksdroom, een heftige seksdroom. En dude, ik word zo wakker geschud. Ik doe mijn ogen open, ik kijk omhoog. En waar ik op dat moment over droomde, die vroeg wat aan me. Niet. Hè? Heb ik je wel eens wakker gemaakt? Ja. En aan het seksdromen in het vliegtuig. Ja, dat vind ik best wel brutaal. Of tenminste bruut. Oh nee, ik zag net Fuck, Marry, Kill van de Hofman Broers. Ik weet het. Ja, tuurlijk weet jij het. Oké, vertel. Oké, vertel. Sam zou killen. Oh. Oké. Ik dacht dat jij hem zou ballen. Nee, ja, maar ik zou eigenlijk met allemaal niet willen trouwen. Dus ze zijn gewoon Tim en Rijk gewoon... Hem. Kan dat? Fuck, fuck, kill? Oké, fuck, fuck, kill. En jij? Monica. Kan kill, kill, kill. Nee. Oké. Okay. Ik heb een hele leuke challenge bedacht. Oké. Okay. We gaan iets doen en dan verliest er één iemand en die moet dan dit atten. Oké. Okay. En wat moeten we doen? Ga maar! Ja, dit is dus... Nee, wat doe jij? Ja, wat doe jij? Ik wil dit niet doen! Waarom is dat zo idee? Yes, yes. Maar goed, moeten ze naast elkaar zitten zo? Ja. Goh, zit die eruit? Oh, dat is wel hoor. Doe je tong gewoon in. Ik krijg bijna niet doorgekeken. Nee, ik vind het hartstikke lekker. Het is echt veel geworden dan je denkt. Mag ik jullie bedanken? Voor het eten. Oh, ja. Ja hoor, je mag me best bedanken voor het eten. Als jij me nog even een tikje stuurt. Nee. Dan heb je mijn nummer.